Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Joost en Niels en Martijn zijn heerlijk op vakantie. Daar ga je nog een hele leuke video over zien. Maar we hebben deze week weer een twitteraar, want ik sta hier naast Monique. Ja. Yes, en jij hebt ons getwitterd. Klopt, al heel tijd terug eigenlijk. Wat heb je getwitterd? Dat ik gratis naar Artis wil. Ja, want jij bent een heel erg groot fan van giraffen, toch? Ja, klopt, ja. Ja, dat hebben wij natuurlijk ook gezien en we dachten, vinden we zo leuk. Dus we gaan je helpen en hebben een heel leuk gierig plannetje voor bedacht. En eigenlijk is het best wel simpel, want ze hebben een spaarkaartactie bij de Artis. En die gaan we natuurlijk namaken, want je kan de spaarkaart gewoon downloaden op internet. En dat hebben we dus nu ook een paar keer gedaan, 3 keer om precies te zijn. Dat hebben we als papier, het voorkantje en het achterkantje plakken we aan elkaar. En we hebben hier stickers. En als je dit dan gewoon uitknipt en je plakt die dan op deze kaart en je plakt die op elkaar, dan heb je gewoon echt een spaarkaart. Dus dit is de manier waar we binnen gaan komen. Super spannend. Ja, en een kaartje voor Artis kost ongeveer 20 euro, dus we sparen een rutje op 60. Best lekker toch, voor 10 minuutjes knippen en plakken. Oké, dit is dus onze spaarkaart die we hebben gemaakt, dus voor de kijkers. Alleen je moet je naam en zo er nog een beetje op zetten, okay. Want het moet gepersonaliseerd worden. Ja. Ja? Hé, Hiel, als jij vast naar binnen gaat, dan kun jij het shot binnenmaken en dan gaan wij checken of het werkt, oké? Yes, cool. Doen we dat. Zie je zo. Hoi. Kunnen we gewoon doorlopen? Er is niet eens een kaartjescontroleur. Dude, er is hier niemand. Er is hier niemand. Oh, maar zij. Oké, wacht, we kunnen ook gewoon doorlopen en dan checken we het gewoon. Gewoon kijken of hij opgepakt wordt. dit kan niet, dit kan niet. Oh ja, top, yes. Ja, ik heb een volle kaart. Ja, we hadden zo'n spaarkaart. Zeg je? Ook een tweede kaart? Een tweede kaart? Zeg maar, deze is geldig voor één persoon. Ja, ja, ik heb ook nog een kaartje. Oh, ja. Dankjewel. Ja? Veel plezier. Dankjewel. Top! Yes, nou, Monique en ik zijn dus binnen. Die giraffen, ja, ik weet niet waar ze staan. Je hebt die eens een keer eerder geweest, ja, toch? Ja, ik weet het precies. Ze zijn links achter de hoek. Ja. Ben je echt zo'n groot fan dat je echt precies weet waar het is? Ben je er zenuwachtig voor, zeg maar, als je zo'n giraf ziet? Of wat gebeurt er dan met je? Dan ben ik blij. Ja? En dan kan ik echt 3 uur daarna staren. 3 uur? Gaan wij 3 uur naar een giraf staren? Heb jij ons getwitterd dat wij 3 uur naar een giraf gaan staren? Tuurlijk niet, nee joh. Oké, ik zeg laten we naar de girafjes gaan. Ja, en dan gaan we even kijken wat we allemaal kunnen doen, oké? Ja, is goed. Let's go. Check even dit. Ze is echt heel erg fan. Ze is echt heel erg fan. Hey, we zijn er. Ik heb die baby dus ook al gezien, dat baby giraffe door het hek heen. En dan zegt zij, het is een half jaar oud die baby. Maar die baby is al 2 keer zo groot dan ik ben. Dat kun je toch een baby meer noemen? Kijk. Heeft dus je tijdje ding gedaan? Ga ik daar zitten? En dan mag je me wakker maken over 3 uur, oké? Dat vind ik echt wel leuk. Ik vond Ivan een hele leuke dag. Ja, ik ook zeker. Je hebt me heel veel geleerd over de giraffen. Super toffe beesten zijn dat. Vind je het nou een leuke video? Doe even het standaard, even een duimpje omhoog. Lieve comment, abonneer ook even, volg ons op social media. Volgende week zijn we weer terug. Zijn Niels en Martijn er ook weer bij. We hebben een vette video voor jullie. En het houdt hier een beetje op, hè? Ja, zeker. Even gedag zeggen? Ja, is goed. Hey, later! Doei. Hier kan ik dus 3 uur naar kijken. Dit vind ik dus echt geweldig. Kijk wat hier gebeurt in deze levendige kooi. Schildpadden. Prachtbeesten.